Leuk dat je kijkt naar deze video. We gaan de klinische keuring doen bij... Frank Leslie, paardenkliniek de Raaphorst. We gaan beginnen. Eens even de chip aflezen. Hey Blondie. Nou, zien we dat de chip klopt. Dan gaan we alle... Dat weet je uit je hoofd? Nee, ik zie hier een nummer en ik zie hier een nummer. Dat komt overeen. Dus klopt die. Het? Ja, precies. Blondie van de Marshoeve. Zo, we gaan hem even meten. Oh maar. Spannend, kijk, ik weet het. En dan, tegenwoordig is het zo dat ze ook op elke wedstrijd nagemeten mogen worden. Nou, het is natuurlijk belangrijk voor internationale wedstrijden. Als je internationaal, dan moet het een D-pony blijven. Hier is je 1,48 nu. Oké. Okay. Je hebt een beetje gras hier in mijn aan zitten. Hey. Ja. Op zich is het fijn dat hij wel wat aftekeningen heeft. Je hem dan kan herkennen, makkelijker herkennen. Dat maakt herkenbaarheid. Dan hoef je niet alle kruinen op te gaan schrijven om te zeggen... Nou, het is hem inderdaad. En je ziet nu alleen rechts, links achter een wit voetje en een bles? Ja, ik noem het witte kroonwand vooroplopend. Oké. Okay. Dus je ziet dat die kroonwand is wit en die loopt aan de voorkant naar boven. Oplopend. Het is ook niet geen, kijk, het chipnummer en alles, dus het hoeft geen FEI-tekening te zijn nu. Maar je moet wel duidelijk kunnen zeggen van ja, we weten zeker dat het gaat om, om de pony uit het paspoort. Even aan je oren voelen. Voelen of er geen ectopisch tandjes zitten. Soms zitten daar restantjes van een kiesje wat daar niet hoort te zitten. Dan zitten er niet. Kaakgewricht te voelen. Ook netjes. Dan gaan we even kijken naar je oogleden. Even kijken naar het derde ooglid. Nou, een mooi open traankanaal. Het traankanaaltje van het paard komt hier uit. Het is een heel klein gaatje, zit daar. Kijk altijd of die open is. Ja, dan gaan we nou het stomste doen. Naar je tanden kijken. Heb je ze goed gepoetst? Ja. Dan voel ik naar wolfskiesjes. Een andere verandering op de lagen. Die voel ik niet. Dat is een klein beetje ruwer net daarvoor. Nou moet ik even je tong pakken, dat is ook stom. Even kijken. Naar dieper. Ik kan zo een redelijke inschatting maken van de situatie van de kiezen. Ik kan niet zien of er helemaal achterin of er ergens puntjes zitten. Kijk, als je echt goed onderzoek wil hebben van de kiezen, moet je ze altijd sederen, een mondklem in doen, met een goede lamp kijken. Maar dat is niet standaard. Kijk, als ik nu iets zie wat mij... enige reden geeft om dat te doen. Dan kunnen we dat doen, maar dat zie ik zo niet. Zo. Dan gaan we even kijken naar buigen en strekken. Ja, is goed. Je hebt ook fysiotherapie gestudeerd? Ik heb wel de VES gedaan. De VES is een soort opleiding voor dierartsen en fysiotherapeuten die meer met ruggen en halzen bezig zijn. Ik heb dit namelijk nog nooit gezien bij een keuring. Nee, je leert daar wel meer in dat voelen naar de rug en de hals. Dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Zeker. Dan kijken we altijd eventjes of het bloedvat opzet. En of die weer netjes leeg loopt. Nou, dat doet hij. Je ziet hem mooi oplopen. Niet? Wel. We voelen de facetgewrichten. Daar geen pijnlijkheden op. Het schouderblad, biceps space, schouder zelf. We gaan mijn been verder navoelen. De ribben voelen. Ja, ik kijk even hoeveel bewegelijkheid zit in de rug. Moet hij ergens. Pijnlijkheid laat zien. We moeten even iets
Ja, dat zou je misschien even minder leuk vinden. Ja, ik weet het, ik weet het. Goed zo. Knie voelen. Patellabanden, collateraalbanden. Wat voor banden? De patellabanden, dus van de knieschijf. Ja. En de collateraalbanden. Dus die houdt de knie bij elkaar. Zie je dat het kleine huidplekjes heeft. Met schilfertjes. Niet heel spannend. En waar duidt dat op? Ja, het kan dat dat al iets geschuurd heeft. Of dat wat lichte zonnebrand is geweest. Sommige paarden zijn inderdaad heel gevoelig voor verbranden. Dan kan je inderdaad wel zonnebrand erop doen, hoge factor. Of gewoon dikke witte crème. Dat kan ook gewoon goed helpen. Dat is keurig. Nou, even kijken. We gaan het even donker maken. Gaan we even naar het oog kijken. Je hebt daar geen spannend dokterslampje voor? Die heb ik wel, maar deze werkt net zo goed. Even kijken of de cornea, dus de hoornvlies, of die gewoon mooi helder is. Of die pupilreflex heeft. Of een rare, soms zie je een beetje blauwe wazen of littekenweefsel erin. Ik zie niet dat er een haartje in zit. Zie. Die is nu weggeknipperd. Hetzelfde. Het was net te laat om te zien dat die pupil kleiner werd. Een mooie pupilreflex. Een mooie heldere cornea. Ja, geen gekke dingen daar. Dreigreflex. Was dat goed? Ja, okay. Ze reageerde erop. Okay. Het is niet onder indruk. Nee. Verder hebben we hier geen gekke dingen. Gaan we even luisteren. We luisteren eerst naar de hartslag. Daarna gaan we naar de long luisteren op verschillende plekken. Dit is goed. Aan de andere kant is er naar het hart. Dan gaan we even. Dan ga ik even de neus dicht houden. Dan moet ze even de adem inhouden. Dan gaat ze meteen heel diep inademen en dan kan ik het even beter horen. Soms vindt ze het niet zo leuk het einde. Dus even opletten dat ze geen beuk krijgt. Bijna. Ja. Helemaal goed. Ga ik nog even iets stoms doen voor haar. Ga ik even in de keel knijpen en dan kijken we even hoe ze reageert. Het kan zijn dat ze wat hoest. Heel normaal is dat. Maar als je ervoor staat, dan krijg je altijd snot in je. Dus een klein stap opzij. Heel goed. Ja. Heel goed. Dan mag ik hem even vierkant zetten. Dan gaan we nog even kijken naar de stand. We kijken naar afwijkende beenstanden. Of grote verschillen tussen links en rechts. Die zien we zo niet. Je bedoelt naar binnen en naar buiten gedraaid? Nee, een steilere voet. Ja, ook. Maar met name een steilere voet en een wekere voet. Okay. Wat we wel zien is dat bij gebruik, met name bij hoger gebruik, dat we zien dat paarden die heel ongelijke voeten hebben minder lang meegaan. Zien we hier gelukkig niet. Dan gaan we verder met het tweede gedeelte en dan gaan we over op het lopen. Je bent tevreden? Sorry? Je bent tot nu toe tevreden? Ik heb geen gekke dingen gevonden tot nu toe. Ja, helemaal goed. Ziet er allemaal niks uit. Ik ga nu stappen op het rechte lijn, want? Ja, nou, ik wil nu de gangen zien, dus we gaan eerst naar het stappen kijken. Hij zwaait een beetje, of lijkt dat maar zo? Hij zwaait wat uit. Hij is ook 4. Oh ja. Naarmate je traint, wordt dat minder. Meestal wel. Als je bespiering hebt van de achterhand, krijg je meestal dat inderdaad stabiliseert. Het ligt al een beetje aan in welke mate hij doet. En zoals we meteen zien met draven en op zachte bodem, hoeveel, welke mate hij het dan nog doet. Nog even draven. Je ziet het stuk rechter draaf dat hij stapt. En dat is normaal? Dat is normaal, ja. Okay. Dat ze dan meer spiergebruik hebben of zo? Ja, en minder ruggebruik. Stappen even klein achtje. Om te kijken wat hij doet.
kleine volte. Een normale coördinatie heeft. Dan doe ik het zelf altijd ook nog een keertje. Oké, dankjewel. Mooie kant. Dan eventjes duwen de plek van de aanlichting tussen pees. Even wat een beetje knijpen in de pees. Nou, hem 30 seconden vast, dan is het erbij. Een kleine minuut. Een kleine minuut, oké. Okay. Ja, ik tel uit mijn hoofd, dus het is ongeveer een minuut. Achteraf gekruisigd wordt het waren maar 45 seconden. Dat gebeurt hoor. Nee joh. Want het idee is natuurlijk, je hebt ondertussen wel zoveel ervaring dat je weet bij een bepaalde spanning van hoe een paard daarop zou kunnen reageren of moet reageren. En ook afhankelijk van de leeftijd van het paard en wat hij al gedaan heeft. Zo met 4-jarigen die eigenlijk weinig gedaan heeft, verwacht je eigenlijk daar geen gekke dingen op. Je krijgt ook absoluut geen reactie op het aanspannen van die kogel. Ook als ik er even wat meer druk op zet, doet hij ook niks. Doet hij daar niks op. Dat, nu wil hij gewoon eruit. Is hij juist wat anders, ja precies. En nu zijn de tijd om. Dan gaan we lopen. En dan zie je dat hij gewoon netjes wegdraaft. En dat hij iets hobbelt, dat mag. Ja, je ziet dat hij wat coördinatie mist. Het is een beetje heen en weer. Nou, ik bedoel eigenlijk met dat voorbeen dat hij tak-tak doet, dat mag. Wat doe je met tak-tak? Nou, dat hij voordat hij wegloopt, niet gelijk in draf netjes wegloopt, maar iets. Oh ja, dat is normaal. Ja. Ja, we kijken met name naar inderdaad van die eerste, van ontlast hij hem, die eerste passen. Nou, dat doet hij niet. Dus achterbeen. Oops. Eerst eventjes de onderkant buigen. Dan kijken we weer, van, geeft hij een pijnreactie op. Zetten we even wat druk op de aanlichting tussen pees. Ja, ook geen reactie op. Dan buigen we verder. Pakken we de sprong in de knie erbij. Kan precies hetzelfde doen. Oké, okay. Gaan we even naar de andere kant. Het draaf is op zich netjes. Je ziet dat hij een beetje kijkerig is naar het huisje, dat hij naar binnen komt. Ja, dat niet. Maar dat mag. Ja hoor. Zeker als je 4 bent. Ja. Hij is ontzettend braaf. Ja, dat vond ik ook. Anders was ik niet aan een 4-jarige begonnen. Nee, even andersom. Zijn er dingen die je nu opvallen? Op zich dat hij correct draaft, alleen dat hij af en toe wat zoekend is achter. Dus je ziet dat hij ook wat kijkerig, wat moeite dan om de juiste lengtebuiging aan te nemen. Kijk, hij blijft naar buiten kijken natuurlijk, daarom wat buitenstelling. En daarom zie je dat hij geen mooie lengtebuiging aanneemt. En daardoor af en toe zie je dat hij in de war komt met zijn plaatsing van zijn achterbenen. Nee, dan moet hij af en toe wat compenseren. Dat zie je daar, maar ik zie geen duik, zelfsmatige kreupelheid erbij. Wat die keertje galop alsjeblieft. Oké. Okay. Dan springt hij overkruist. Komt ook deels omdat hij natuurlijk in de verkeerde stelling zit. En dan is het altijd fijn dat ik natuurlijk al die videobeelden heb gezien onder het zadel. Van je in galop en in draf. Zodat je ook kan zien hoe het is als het wat meer ontspannen precies is allemaal. Ja, exact. Ja. Kijk, anders zou ik nu vinden dat hij achter dat zijn been af en toe wat dicht bij elkaar houdt daar. En dat hij wat moeite heeft daar om stabiliteit en een goede galopsprong te vinden. Yeah. Soms noemen we dat, als het stelselmatig doen, dat ze dat bunnyhoppen noemen. Yeah, yeah. Daarbij erachter. Ja, dat kan soms wijzen op problemen bij SI-gewrichten of andere problemen in het dekken. Yeah. Gelukkig weet ik dus inderdaad van die video's dat hij onder het zadel wel normaal galoppeert.
Hier heb je natuurlijk ook veel spanning. Mm-hmm. Dat speelt er ook mee. Mag die een keertje andersom? Dus daarmee komt was net met voelen van het bekken was die niet gevoelig. Nee. Niet gevoelig bij provocatie van het bekken. En zo meteen na het bewegen gaan we natuurlijk nog een keertje navoelen. Omdat dan heeft hij bewogen, dus het vaak wat. Kun je er wat meer over zeggen? En dus is het eigenlijk wel heel goed dat je van tevoren video's gezien hebt. Ja. Want dit blijft een momentopname en heb je in ieder geval twee momentopnames. Precies. Nog een keertje terug, nog een keertje aangalopperen. En waarom vraag je dat? Omdat ik het een paar keer wil zien achter elkaar wat hij doet. Je ziet dat hij hier wel in één keer de goede galop kiest en de goede galop houdt. Dus links is voorkeurkant. Ja, dat hij makkelijker in zijn linker lengtebuiging zit hier dan in zijn rechter. Wacht, nog een keertje andersom. Dat hij daar na de galop even wat mispasjes had. Ik heb dat niet gezien. Nog een keertje galopperen. Luister ondertussen ook naar de ademhaling. Ja. Vind je daar ook iets van? Nee, normaal. Geen hoogtonige geluiden, geen andere. Het is makkelijk om te zeggen van wat had ik het liefst gezien. Ik had het liefst natuurlijk gezien dat hij niet wat wijder werd in stap op de rechte lijn. Dat hij hier dat hij bij vlagen gewoon heel netjes loopt en dan af en toe wat zoekend wordt achter. Aan de andere kant, het is een vierjarige wat dat betreft. En dat hij daar nog wat slapper is achter. Denk ik dat dat wel iets is om hem te vergeven. Even extra opletten naar de knie zo meteen. We maken nog even extra opnames van de knie voor achterwaartse. Dat daar geen verrassing in zitten. Ik wijd dat hier, dat hij af en toe gewoon meer gewicht zit op buiten achterbeen. Wijd ik meer aan dat hij naar binnen komt daarbij. Dat er een stelselmatige onregelmatigheid in zit. Oké, dankjewel. Neem even mee naar binnen. Ga hem even naluisteren. En daarna doen we de harde voltes en de rechte lijn nog een keertje op harde bodem. Ja. Daar geen gekke dingen. Gaan we nog even lopen buiten. Samenvattend voor het klinische gedeelte. Hebben we gezien dus met lopen, met de stap op de rechte lijn, dat hij daar een klein beetje wijd wordt. En dat hij inderdaad in draf dat beter is. Dat hij dan netjes recht kan draven. Geen coördinatieprobleem. Met de korte bochten zie je, als ik hem omdraai, dat hij daar geen gekke dingen laat zien. Op de zachte bodem zie je dat hij het een beetje spannend vond. Dat hij een beetje gespannen was. En ik denk dat dat inderdaad de oorzaak is dat hij gewoon vaker wat overkruist springt daarbij. En dat hij af en toe de gewichtplaatsing op zijn achterbenen wat ongelijk is. En met name linksom, waar we daar meer verandering in zagen. Wat we wel eventjes doen op het eind, dat we nog eventjes naar, omdat hij dat doet, even naar het bekken kijken van binnen. Dat plakken we dan even aan vast. Verder wat huiddingetjes, wat ik zei rond de mond, dat je wat plekjes zag daarop, dat vind ik niet belangrijk. In de, achter de elleboog aan de rechterkant dan zie je wat kale plekken. Dat kunnen duiden natuurlijk op een oude schuurplek of dat het een oude schimmelinfectie is. Wel even iets om in de gaten te houden, maar niet meteen iets waarvan ik zeg, daarmee wordt de pony onbruikbaar. Mijn inschatting dus van hoe het lopen is nu bij een vierjarige die dit laat zien, is dat er nog gewoon een gebrek aan training en bespiering is daarbij. En wat mij betreft zou hij daarvoor het voordeel van de twijfel krijgen. Voor het wijd worden en inderdaad die coördinatieproblemen. Mits die verder inderdaad op de foto's en op de scan van het bekken gewoon goed is en geen gekke dingen laat zien. Gaan we dus verder met het volgende gedeelte. Nemen we even bloed af. Bloed heeft altijd even een protocol. Yeah. Helaas is dat nodig tegenwoordig. Dus wat we doen is dat we nemen een aantal buisjes nemen we af. Die doen we daarna in centrifuge. Daar halen we het serum halen we uit. Het serum gooien we over in andere buisjes. En dat doen we in een gesielde case. En die gaat er bij ons in de vriezer. En die bewaren we voor 6 maanden. Mocht er in de tussentijd dat er een probleem is of dat je wil weten. Helpt hij iets? Precies, is er iets aan medicatie gegeven? Dan kunnen we dat altijd nog nakijken. Ja? Oké. Kijk, als ze fijne pony's haar hebben, dan zie je het niet zo erg. De naald. Ja. Even inzoomen voor de gevoelige kijkers. Je ziet helemaal niks. Ja,
Nou, je ziet dat het buisje langzaam vult. Ja, dat is waar. Het lijkt veel zo, 5 buisjes bloed, maar het is natuurlijk voor een paard echt heel weinig. Nou, tot zover hebben we het klinische gedeelte gehad, hebben we net besproken. Ja. Het paspoort, dan gaan we die in deze. Dit is het bloed. Dat, ja, dus het bloed is in een centrifuge geweest. Ja. Al die buisjes, daar hebben we dus het serum van afgehaald. En die hebben in andere buisjes gedaan. En nu is het gewoon hier ook neer. Nee, de rode bloedcellen hebben we eruit gehaald. Die hebben we niet nodig. Oké. Okay. Wat we overhouden is even geel serum. En dit onderste, dat is gewoon Fontella. Buisje. Ja, precies. Okay. Nou, die doen we hierin. We hebben de ring eraf gehaald. We gaan hem nu aandraaien. Dan kan je die nooit meer maken. En hoe dus maak je hem dan ook als het misgaat? Dan breek je hem. Oh, okay. Dus je kunt hem maar één keer openmaken. Dus je kunt nooit hem eruit halen. Zoals het, de veiligheidsmarge daarvan. Dus we schrijven daar het nummer dus bij, bij de keuring. En dan doen we er even sticker op. En dan leggen we hem bij ons in de vriezer voor 6 maanden. Oké. Okay. Bedankt dat je het allemaal hebt willen uitleggen. Ja, graag gedaan. En als mensen nog vragen hebben, laat ze vooral hieronder even achter. En dan mag ik ze door mailen. En misschien geeft hij dan een antwoord. Vast wel, want dat doet hij altijd. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag in de volgende video. Doeg. Tot ziens.